We zullen eens kijken, gadverdamme, ligt die poep op het bed of zo? Wat is dit nou weer? Kijk, ligt die gewoon poep? Hallo mensen van Monochrome, welkom bij deze gloednieuwe video. We spelen vandaag een hele nieuwe game wat lijkt op H1Z1. Ja, ik zit er in een vliegtuig, ik kan uitstappen wanneer ik wil en ik zit bij een vreemde man in het team. Het is een close beta van een game die lijkt op H1Z1. Oké, ik kan uitstappen wanneer ik wil en ik ben nu uitgestapt en ik ga naar beneden. Mijn teammaat zit nog in het vliegtuig, zie ik. Ik zie een stuurtje daarboven in beeld en ik ga hier naar beneden. Ik zie hier... Oh, goede game. Zeg, goeie game. Ik kan mijn parachute uitgooien wanneer ik wil. En hij zit nog steeds in het vliegtuig, zie ik die man. Die gaat gewoon helemaal erachter. Dus we zijn heel ver van elkaar vandaan. Als het goed is, gaat ook automatisch mijn parachute open. Ja, nu dus. Als ik te ver beneden ben. Nu moet ik heel snel naar beneden. Zorg dat ik de eerste ben natuurlijk. Zoals bij H1Z1. Ja, mijn teammaat die is helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus die zal ik waarschijnlijk nooit meer zien. Nooit leeft in ieder geval. Ik moet nou dus in mijn eentje. Oh, chips, er zijn al anderen. Als ik hier om me heen kijk, zie je waar al die mensen landen. Kijk hoe epic dat dit eruit ziet. Ga hier naar beneden. Land. Oké, ik ben een beetje verkeerd geland. Oké, ik heb een geweer. Ja, thank you. En zijn die kogels die erbij horen? Ja, die horen erbij. Hallo? Iemand hier? Iemand hier? Even kijken, ik ben hier en hij is daar. Dat is best wel ver weg. We zijn nog veilig in ieder geval, dus dat is goed. We leven allebei nog eens ook heel goed. Ik ga hier over een hekje inspringen. Hekje? Ja, hij doet het niet. Kijk, hierboven ten huis. Ik hoor mensen schieten. Ik weet niet of jullie dat ook horen. Misschien moet ik mijn geluid in mijn oren harder zetten. En zoals je ziet heb ik een hele mooie afro op mijn hoofd. Mooi toch? Heb ik een lekkere koppie? Ik wel denk wel dat ik een mooie kopie heb zo. Hier zullen hoogstwaarschijnlijk wat mensen zitten. Maar waar? Ik hoor ze wel. Hier is al iemand geweest. Dit is allemaal open. Er ligt niks meer. Ik heb geen bandages of niks. Deze game vind ik in ieder geval veel mooier dan H1Z1. Oh shit, er loopt iemand. Het is een Naki. Kijk. Daar is hij. Oh! Ik heb geen kogels meer! Oh shit. Oh my god. Kijk dan. Dit is net een shooter, maar dan H1Z1 stijl. Waar is hij? Ben ik veilig? Er wordt geschoten, maar wie? Wordt er op mij geschoten? Of op iemand anders? Hallo? Help. Zal ik naar de... Ah, wat de hel? Jeetje, godsamme. Ik bloed niet gelukkig. Volgens mij heb je het hier niet echt dat je bloedt, zoals in H1Z1. Je hebt hier alleen health die je moet healen met bandages en zo. Waar is die? Oh shit. Ah, ik miste hem keihard. Ja, het aimen en zo vind ik nog super moeilijk in deze game. Maar wel episch, jongens. Wow, daar zijn we weer, hoor. Ik zit weer in een vliegtuig. Misschien moet ik deze keer iets verder gaan dan de rest. Er zitten een hele hoop vliegtuigen voor me. Dus dat is misschien een beetje oneerlijk als daar al mensen uitgaan. En kijk, wij zijn het achterste vliegtuig. Ik wacht gewoon. Ik ga met deze man mee. Ga ik eruit. Ik weet niet hoe ik eruit... Ja, oké, met F kan ik eruit. Hij is er al uit. Ik ga er ook uit. Hij is hier ergens. Ik ga snel naar beneden. We gaan weer bij hetzelfde plekje dus. Maar we zijn wel in de buurt van ons teammaatje deze keer. Wow, weer die lag spike hier door die wolken heen. Er zijn er heel veel in de buurt. En ons teammaatje is ook in de buurt. Hallo, Grimgaarder of zoiets. Ik had misschien iets verder moeten landen deze keer. Maar we gaan eens even kijken of we hier in het huisje kunnen landen. En mensen kunnen gaan rekken. Hun kopjes kapot kunnen maken. En ja, ik wil gewoon mijn teammaat een keer zien. Ik ben geland. Oké, snel in het huis. Open de deur. Dank u wel. Waar kan ik hier zo ergens die dingetjes pakken? Ik moet één wapen hebben gewoon. Dan kan ik gewoon meteen al... Ja, kijk hier. Hoppakee. Daar zit iemand. Kill! Bim! Hij is dood! Ik heb er één gekild. Er zat gewoon iemand, die liep keihard bij mij voorbij. Wat heeft hij bij? Niks bij. Oké. Mijn naam! Shit. Oh nee. Ik wil niet nu al dood, jongens! Nee! Dood me niet! Laat me leven! Oh. Ik ben weer dood. Ik heb besloten om nu naar een hele andere plek te gaan. En die andere plek, die is hier. Heel veel huizen. Meer kans om te overleven, hoop ik. Of misschien juist meer mensen die hier naartoe gaan. Oh, ik zie daar links trouwens een kasteel. Daar zo links, een mooie beeld. Zie ik een mooi kasteel. Dat is wel cool. Oh, dat is een kerk of zo. Ik hoop dat hier dus al niemand zit. Ik zie hier, helemaal niemand! Iedereen is daar! Heeft dat een reden dat niemand hier is of zo? Misschien dat het gas hier zometeen is? Want we hebben nog geen één keer het gas gezien. Of het ringetje waar we veilig in zitten. Dus dat is denk ik het gas. We zullen eens kijken. Gadverdamme, ligt die poep op het bed of zo? Wat is dit nou weer? Kijk, ligt hier gewoon poep. En we hebben hier nog wat eten of zo? Smoke grenade. Oh, dat kan ik niet eten hoor. Ik kan helemaal geen wapen vinden, man. Alsjeblieft. Eén wapen dan. Eentje. Nee, dat is de vooruitgang. En hier dan? Oh, dat is ook een uitgang. Oh man, er ligt hier niks. Ik moet naar het volgende gebouw. Oh, kijk, een mooie rugzak hebben we hier zo. En een mooie pet. En een mooi wapen. En kogeltjes voor dat wapen. En nu is mijn afro weg. Hey, ik zie een shotgun. Die kan ik er ook wel bij gebruiken hoor. Is het shotgun shells? En die ook shotgun shells? Oh nee, dit zijn shotgun shells. Een boekie. Ik heb geen boekie nodig. Ik gebruik mijn shotgun wel om mensen te rekken. Ik zit hier zo. Dat is best wel in het midden van deze witte ring. Dus wij zijn lekker veilig. Een maatje van mij, die is helemaal aan de buitenkant. Dus die is niet zo lekker veilig. Ik hoor een vliegtuig. Of is het een vogel? Oh, vliegtuig! Oh.
Wow. Het leek even alsof die ging stoppen, maar ik ben bang dat ik in een dorpje zit die in één keer heel druk gaat worden met mensen zometeen. Zodat het hier echt super druk gaat worden in het dorpje, omdat het in het midden is van die cirkel. Dus we zijn in het centrum van de veiligheid. Hallo? Oh, mooie AK, die lus ik ook wel. Dankjewel. Is er plek voor mij? Ja, er is genoeg plek, hoop ik, toch? Hey, dat is ook een mooie gun, maar ik weet niet welke nou beter is. Ik heb er toch geen verstand van? Wat kun je hier zien? Je kan hier zien power, effective range, stability en firing rate. Ja, en dan moet ik deze ook even oprapen natuurlijk. Ik hoor echt heel veel mensen hier. Ik zag buiten ook mensen lopen. Ik heb snel mijn wapen teruggepakt. Mijn shotgun ligt er als het goed is. Nee! Hij had mijn shotgun, heeft hij mij mee kapot gemaakt. Een headshot. Oh, ik was zo lekker bezig. Ik ben 35ste geworden. Ik ben hier samen met mijn teamgenootje. Daar staat die Piletto. En ik volg hem gewoon. En het regent, het onweert. Super cool dat dit er zo uitziet. Waar gaat hij heen? Oh shit, daar is ook nog iemand. Daar is ook iemand. Nou ja, moet ik snel eventjes wat dingetjes verzamelen. Ik hoop dat het allemaal goed afgaat, jongens. Oké, hij is precies bij mij. Nou ja, misschien kunnen we juist samenwerken. Dat is goed, denk ik. Snelle wapens zoeken. Waar is de deur? Er is hier geen deur. Oh my god. Deurtje open. En ik zie hier een shotgun. Moet ik snel spullen verzamelen, want ik wil wel veilig zijn. Het ziet er best wel donker uit zo, hè. Wel lekker sfeertje zo. Alsof het echt regent, echt donker is. Doe maar een petje op. Ik moet echt nog een beetje leren richten trouwens met deze game. Dat vind ik wel moeilijk. Pistool in mijn hand en erboven. Ik ga naar mijn teammaat. Oh, ik dacht even dat ik iemand zag, maar er was een regendruppel op mijn scherm. Die deur zit open. Ik ga naar het huis van mijn teammaat. Zit je hier? Hallo? Doe de deur maar weer dicht. Oh nee, hij ligt gewoon boven. Hij ligt gewoon boven. Ik moet hem helpen, ik moet hem helpen. Waar is hij, waar is hij? Hier zo. Shit, 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 daar zit hij. Oké. Mijn teammaat is hier. Kom naar beneden, goed zo. Hij komt naar beneden gekropen. Hij is gewond, hij kan niks meer. Oké. Dan moet ik wachten. Hij is nou wel dood, helaas. Volgens mij hoor ik me... Ja, hier is iemand. Ah, help mij! Nee, ik wil een keertje verder komen. Ik ben niet ver genoeg gekomen. Ik heb nog nooit de rook kunnen zien. Jullie denken vast wel, Marnik is een noob, Marnik is een noob, Marnik is een noob. Maar jongens, ik doe zo hard mijn best. Deze game is veel moeilijker dan H1Z1. Dat kan ik jullie garanderen. Het richten is zoveel moeilijker. Nu gaan we echt ver komen. Ik ga iets meer op mijn gemakje spelen. Iets rustiger aandoen. De eerste keer dat ik speelde, ik heb één potje voor deze opname dat ik speelde om eventjes te oefenen. Dat ging best wel goed. Dus eigenlijk moet ik het nu weer zo gaan doen. Heel rustig. Beetje om me heen gaan kijken. Hallo? Nee, ik ben de eerste, dus er is hier niemand. Wat hebben we hier? We hebben hier een pistool. En armor. Dankjewel. Daar hou ik van. Ja, ik moet misschien toch maar in first person gaan schieten, hoor. Dat is echt, dat is zo. Dat is misschien ook wel goed. Misschien kan ik dat beter richten. Laten we dat even oefenen. Maar ik zie dan wel een stuk minder. Zo'n gevoel heb ik, hè. Alsof ik echt een stuk minder zie als ik in first person zit. Ben ik hier al geweest? Ik weet niet waar ik... Hey, het is een mooie jas. Geef me die mooie jas, hoor. Ja, ik wil hem al aan. Ja, geef me die jas. Hoppakee, ik heb een mooie jas aan. Hey, even kijken. Is die mooi? En, hoe zie ik eruit? Oh my god. Leeft mijn teammaatje nog? Nee, mijn teammaat is dood. Hoeveel mensen leven er nog? Staat rechtsboven in beeld, maar dat zie ik niet. Er staat iets voor bij mij. Volgens mij leven er nog 70 mensen of zo. Dan heb ik het goed? First aid kit of zo, toch? Ja, first aid kit. Kom op. Yes, thank you very much. Hallo? Niemand te zien. Ik vind het wel balen dat ik niet kan zien hoeveel mensen er nog leven. Dat staat, er staat gewoon iets van het opnameprogramma zitten voor bij mij. Dus dat zie ik niet. Oh, er loopt iemand. Holy shit. Holy shit. Maar ik heb helemaal niet zo goed wapens. Dus ik kan hem niet pakken. Ik ga er wel achteraan, denk ik. Ben ik nou dom? Ik denk het wel. Maar we gaan het gewoon in first person proberen. Om die man te pakken. Zo meteen ziet iemand mij zo op precies dezelfde manier als dat ik hem zag. Oh! Ja, oké. Headshot, oké. Hij is dood, Oké. Hij had wel een veel beter wapen dan ik. Oké, ik heb nog maar 11 kogels. Ja, dit is zo spannend. Nu moet ik in zijn kist gaan kijken. Ik hoor mensen. Maar hij heeft mooie first aid kits en zo bij zich. Dus ik vind het eng. Het gaat wel beter first person, zag ik al. Oké, ik heb de spullen gepakt. Wow, wat was dat? Veilig en wel. En ik heb een ander wapen gevonden met nog veel meer kogels. Misschien is deze beter. Ik heb geen idee. We gaan eens eventjes boven kijken. Ik hoop niet dat er iemand zit te campen of zo. Wacht, laat ik eerst even op de map kijken. Ik heb 30 seconden om veilig te zijn. Oh, chips. Ik moet daarheen, toch? Die kant. Nee, ik moet. Oh, ik moet weg hier. Ik ben hier niet meer veilig. Ik moet nu als een speer gaan rennen naar de veiligheid. En dat is die kant op. Ja, precies daar. Oh, dit ziet er zo mooi uit, toch, deze game? Ik vind het zo geweldig. Hoe ver moet ik rennen om veilig te zijn? Even snel kijken hier zo, C. En we gaan de map kijken. Oké, we moeten niet super ver. Ik zie wel dat we over dat veld moeten en dan nog een stuk over de berg heen. Nou, dit gaat in ieder geval al een heel stuk beter. Ik ben er bijna, zie ik op de kaart. Ik moet nog maar een heel klein stukje, dan ben ik in het witte. En hier begint het lijkt wel of zo. Of ik weet niet wat dit precies is, dit rode, maar dat blauwe wordt steeds, zie je? Het komt steeds dichterbij en nu is het bijna over mijn muis heen. Nu is het over mijn muis. En ik zie op de kaart rechtsonder dat ik vanaf nu 3, 2,
heen en ik ben veilig. Woe, 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 woe. Ik zit in de witte cirkel. Waarom is het rood waar ik sta? Uit de rode cirkel. Go, 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 go. Maar ik weet niet wat het betekent, maar we gaan er gewoon uit. En we zijn er bijna uit als we bij dat gebouw zijn daar. Ik zie een auto. Huh? Zou hier nog niemand geweest zijn? Ik kan in een auto rijden. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hij schiet op mij, hij schiet op mij, hij schiet op mij. Hij raakt mij, hij raakt me. Maar we gaan. Weg hier. Ik wilde in dat gebouw kijken, maar er was dus al iemand. Oké, okay, kunnen we sneller? We hebben nitro! Woe! Zal ik hier stoppen? Zal ik hier wachten? Ik ben bijna dood. Oh, chips. Gebruik een first aid kit. Oké, okay, ik ga gewoon weer in first person. Dan kan ik dus beter richten, blijkbaar. En dan ga ik even kijken of die man er misschien aankomt. Maar ze zien mijn afro toch? Kijk, mijn afro. Ik moet een helm hebben om op te zetten. Die andere auto staat er ook nog steeds. Dus ze hebben de auto die hier voor mijn huis staat, hebben ze niet meegenomen. Als het goed is, zie ik dat hier zo. Die auto staat hier nog. En die andere auto staat daar nog. Ja, de blauwe cirkel is er en het witte is een heel stuk kleiner geworden. Dus ik moet weer gaan verplaatsen. Ik kan het met de auto doen of zonder auto. Ik ga het denk ik met de auto doen, dan kan je beter vluchten. Let's go, let's go, let's go! Oké, we gaan weg hier. Waar kan ik op? Die kant volgens mij. We gaan weer richting de drukte, richting alle mensen. En dan moet ik een beetje meer naar links. Het slimste zou zijn als we gewoon in het midden denk ik gaan... Wow, die bak is nog leuker. Oh shit, oh shit, oh shit. Ik ben dood. Ik heb mezelf doodgereden, dus je kan hier niet zoals bij H1Z1 uit je auto stappen en zo overleven. Ik ben dood, jongens. Laat een like achter als jullie dit leuk vinden. En ook sowieso als je hebt genoten van een video. En laat ook weten in de reacties of je H1Z1 wilt of deze game. Want het is een van die twee games zullen misschien wel vaker geüpload worden op Moniker. En ja, tot de volgende keer allemaal.